Burgemeester Bruls betuigt medeleven met Turken. Bijzondere delegatie van NEC vertrekt naar Portugal. En na de buschauffeurs gaan nu ook de BOA's staken. De zware aardbeving in Turkije en Syrië bevond zich op slechts tientallen kilometers afstand van Gaziantep. Nog niet zo lang geleden had Nijmegen een stedenband met deze Turkse stad. Deze vriendschap van 15 jaar maakt dat Nijmegen zich erg betrokken voelt en haar medeleven wil betuigen. Nou, die enorme aardbevingen in Turkije en Syrië, die voelen we in ieder geval ook bij gemeenschappen extra hard. Omdat we een stedenband hebben gehad met Gaziantep. En hoewel er een paar jaar geleden is dat iets opgezegd, is dat voor mij wel aanleiding geweest om mijn collega in Gaziantep via een brief in ieder geval het leedwezen en de gedachten die we hier hebben. Kijk, er waren politieke bestuurlijke redenen om die stedenband op te zeggen, maar bij zo'n ramp als deze verbleken al die verschillen van opvatting. Dat is natuurlijk vreselijk. En we gaan ook in contact treden met Turkse en Syrische inwoners van onze stad, vertegenwoordigde groepen, om te kijken hoe dit vreselijk nieuws niet alleen bij hen is aangekomen, maar ook of we daar wellicht wat ondersteuning, troost en meer kunnen bieden. Dat is in ieder geval wat we doen. En we voelen dit natuurlijk wel net even iets extra, juist vanwege die stedenband. Kijk, als mensen overwegen van moeten we misschien niet hulp bieden of zo. Ons advies zou zijn, stort dan gewoon geld op Giro 555. Want om nu spullen te gaan inzamelen, terwijl je daar helemaal niet kan komen, niet wetend wat daar nodig is. De ervaring leert bij dit soort grote natuurrampen dat er vooral behoefte is om op locatie zaken te kunnen doen. Ja, dan kun je best nog geld storten, zodat via erkende hulporganisaties en ook onze regering geholpen kan worden. Maar ik kan me best voorstellen dat nadat de aardbevingen die nog steeds doorgaan voorbij zijn, mensen helpen, mensen gered worden, dingen weer kopen, voeding, dingen opbouwen. Ja, dat gaat natuurlijk heel veel geld kosten waar je wellicht een bijdrage aan kunt leveren. Vanochtend vertrok er een heel bijzonder voetbalteam van NEC richting het buitenland. Want NEC gaat Europa in. Het team Bijzondere Eredivisie van de tak NEC Maatschappelijk gaat een voetbaltoernooi spelen in Portugal. En daar doen niet de minste clubs aan mee. Familieleden, medewerkers van NEC en spelers uit de jeugd zwaaiden het team van NEC uit. Nou, wij gaan vandaag naar Portugal vertrekken, precies om 10:30. Dat heeft te maken met een toernooi die daar gaande is. En daar doen clubs uit verschillende landen mee. Zoals bijvoorbeeld een Juventus en een Benfica en een Everton en een Cas Eupen en een Ajax ook uit Nederland. Dus gaan ze maar door. De 11 spelers van NEC voetballen normaal in de Bijzondere Eredivisie. Wat maakt dit team dan zo bijzonder? Ja, we zijn een speciaal team met allemaal mensen die een beetje met een beperking. En daar gaan we zeker een leuke dag van maken. Ja, want jullie voetballen bij NEC. In de speciale eredivisie heet dat normaal gesproken, hè? Ja. Maar wat gaan jullie dan nu in Lissabon doen? Ook een soort toernooitje met allemaal landen. Dat wordt superleuk. Voor veel spelers is dit een reis waar ze lang naar hebben uitgekeken. En ik kan het gewoon nog steeds niet geloven, maar ja, weet je, vandaag is het officieel. Dus ik laat gewoon allemaal overheen komen. Ik ben wel een tikje zenuwachtig, een tikje nerveus, maar mijn vader weet waarvoor ik het doe en waarom. Dus, Algemeen directeur van NEC zwaaide het team ook uit dat Europa hoopt te veroveren. Ja, geweldig. Ja, dit is echt. Wij hebben natuurlijk de ambitie om ooit weer een keer in Europa te spelen. En ja, dit team gaat nu Champions League spelen. En als je zag hoe, hoe die oogjes twinkelden. Ja, dat is natuurlijk prachtig als je ziet Werder Bremen, Juventus, Ajax, Everton, Bayer Leverkusen. Met de spelersbus weg, zometeen het vliegtuig in, hotel. Ja, in een topstadion. Ja, iedereen buiten ook hier. Ja, dit is echt genieten. Dit is mooi. Dit is ook het mooie van een voetbalclub, vind ik. Voor sommige spelers is de reis ook wel spannend. Weet je, een beetje spannend? Beetje.
En als ik nog maar straks gewoon terug ga donderdag naar Nederland, dan ga ik met een hopelijk tevreden gevoel en met de winst op zak naar huis. En dan ben ik weer helemaal mezelf. Natuurlijk hoopt de algemeen directeur van NEC op Europees succes. Maar één ding is nog belangrijker. Nee, deze jongens moeten gewoon echt gaan genieten. Ze doen het erg goed, ook in Nederland in de competitie. Maar die moeten gewoon van elke minuut die ze meegemaakt, moeten ze van gaan genieten. Dit is natuurlijk, ja, ik denk once in a lifetime voor heel veel van die jongens. Sommigen hoorde ik ook, die hadden nog nooit gevlogen. Dus ja, die gaan iets meemaken, dat gaan ze nooit meer vergeten. En wat denken ze zelf? Gaat die beker mee naar Nijmegen? Daar gaan we wel vanuit en daar gaan we als teamzijde aan werken. Dus ja, ik ben benieuwd. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Onlangs verloor NEC nog van Feyenoord in de Kuip. Maar morgen kunnen ze revanche nemen in de achtste finale van de KNVB-beker. BOA's in Nijmegen delen dinsdag 14 en woensdag 15 februari geen boetes uit in het stadscentrum. Dat meldt Dagblad De Gelderlander. Het protest van de BOA's wordt op die dinsdag gesteund door gemeentepersoneel dat op het stadskantoor en op het gemeentehuis werkt. Een deel ervan legt tussen 12 en 2 het werk neer voor een manifestatie op het stadhuis. De cao-onderhandelingen voor gemeentepersoneel zijn vastgelopen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van bruto €100 per maand voor iedere medewerker, 12% om de inflatie op te vangen en eenmalig €1200. De Wiegese Hindoestaanse tempel Shri Ram Mandir wordt dit weekend heropend. Dat meldt het bestuur op Facebook. In juni jongstleden ontstond er een brand door kortsluiting, waardoor de tempel maandenlang was gesloten. Vrijdagochtend om 9 uur beginnen de eerste diensten. Het gezicht van het stationsplein Dukenburg verandert vanaf deze week. De NS haalt woensdag de stenen boog op het stationsplein weg. En volgens de gemeente wordt zo het zicht op de perrons beter en krijgt het hooggelegen station een meer open karakter. De gemeente kijkt samen met NS, ProRail Provincie en het winkelcentrum hoe de omgeving nog verder verbeterd kan worden. Ja, en dan nog meer NEC, want die spelen morgen de achtste finale in de KNVB-beker in de Kuip tegen Feyenoord. NEC moet zich herpakken na de nederlaag van afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles. Daarnaast wil NEC revanche na de verloren wedstrijd een week geleden ook tegen Feyenoord. Kan de ploeg van Rogier Meijer stunten in Rotterdam en is iedereen weer fit? Qua opstelling zullen we morgen definitief kijken. Alleen we hebben wel weer iets meer spelers erbij. Een aantal spelers zal het ook niet halen. Die zullen richting zaterdag zorgen dat we die zaterdag aan boord hebben. Dus ja, het is nog even puzzelen wat dat betreft. Maar uiteindelijk zullen we morgen wel een goed aftal hebben. Is het dan ook iets dat je nu geen risico neemt met je spelers? Dat voor jou dan die wedstrijd van zaterdag misschien wel belangrijker is als die wedstrijd van woensdag? We nemen in principe nooit risico, hè. Alleen verantwoorde dingen doen we. En daar nemen we geen risico mee en ook morgen niet, want we spelen morgenavond, dat is al bijna donderdag. En daarna spelen we zaterdag weer aan het begin van de avond, er zit maar korte hersteltijd tussen. Goed, dan maar eventjes een klein beetje aflopen. Metsen, weer terug helemaal fit? Die traint weer mee, alleen die zal morgen niet spelen, nee. Di Mata? Traint ook mee. Nou, dat gaan we morgen bekijken. Lasse Schöne, die hier viel uit. Hoe is het met hem? Gaan we ook morgen bekijken. Ja. Wat hebben we toch een heerlijke winterdag achter de rug. De ochtend startte nog wat grijs met de nodige mist. Maar al snel trok die op en scheen de zon over een winters landschap. Ook op onze webcams, die overdag op RN7 te zien zijn, kwam dat beeld mooi terug zoals hier in Overbetuwe te zien is. De komende dagen zullen we de zon nog vaker te zien krijgen. Vannacht gaat het eerst flink vriezen met temperaturen van -6, lokaal misschien -7 graden. Daardoor zal het ook morgen in de ochtend nog enkele graden vriezen. Maar daar krijgen we dan wel weer een zonovergoten dag voor terug. De maxima komen uit op zo'n 6 graden boven nul. Ook donderdag zal, na een laatste nacht met vorst, nog zonnig verlopen, hoewel er wel wat meer bewolking zal zijn. Verderop in de week lopen de temperaturen verder op en zal ook de kans op een wisselvallig weertype toenemen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.
Nu op RN7 kun je weer kijken naar bijzondere locaties in rond je regio. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.